dan ga ik nog best wel behoorlijk druk voor dit tijdstip. Wat ongevallen gebeurt op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Terbrechtseplein. 7 kilometer file. Vooral ongelukken en pechgevallen veroorzaken vaak lange files. Een omleiding kan er dan voor zorgen dat mensen sneller op hun eindbestemming zijn. Maar het kan ook het tegenovergestelde effect hebben. Er zijn incidenten dat gelijk duidelijk wat er aan de hand is. En dat het heel veel impact gaat hebben. Nou, in dat geval kun je op twee vingers natellen van joh, dit is aan de hand, het gaat hinder opleveren, ik moet gaan omleiden. Dat is duidelijk. Er zijn soms ook incidenten waarbij je heel erg gaat twijfelen van joh, hoeveel hinder gaat dit nu echt opleveren? Eén rijstrook eruit op dit tijdstip, wat is het effect? In geval van twijfel wordt tegenwoordig de voorspeller ingezet. Die combineert de gegevens die wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat over het verkeer verzamelen, de zogeheten big data, met een actuele situatie. En die kan dus met die actualiteit en met een soort zelflerend vermogen vanuit het verkeerssituatie van het verleden, kan die daarmee in die combinatie een stukje vooruitkijken in de tijd en 15 minuten of een half uur of een uur vooruitkijken en dan zien wat er de voorspelling is eigenlijk van de situatie op dat moment. En op basis daarvan wordt er dan een besluit genomen. De voorspeller werkt nu naar tevredenheid, maar zou volgens Dodemond nog beter kunnen werken als er informatie uit mobiele telefoons wordt gebruikt. Het heet met een heel deftig woord floating car data. Floating eigenlijk bewegend, voortschrijdend. Iedereen die een mobieltje heeft in zijn auto is eigenlijk een soort informatiebron die uiteindelijk oplevert dat wij weliswaar voor alle auto's bij elkaar weten wat de reistijd is van A naar B. En met die reistijden hebben we dus informatie over de verkeersafwikkeling. En die kunnen we weer gebruiken in onze verkeersvoorspelling om die nog beter te maken dan dat die nu al is. Leidt dit dan allemaal tot een filevrije weg? Was het maar waar, dan zou ik in ieder geval heel erg blij zijn. Maar ja, het is een illusie om te veronderstellen dat het echt alle files gaat oplossen. Daar is het fileprobleem veel te groot voor. Maar alle kleine beetjes helpen, dus die voorspeller doet daar in ieder geval wel zijn functie in.